Heb je ooit wel eens afgevraagd hoe het is om te overleven op 1 euro in de drukste stad van Nederland? En zoals je ziet is dat niet zo makkelijk als dat je denkt. Dus is het de bedoeling om zoveel mogelijk geld te verdienen binnen 24 uur. Om te kijken of het mogelijk is om echt rijk te worden. En ik ben hier vandaag natuurlijk niet alleen. Ik ben hier samen met Han. Oh, en Han, wij mogen alleen maar gebruik maken van deze euro en verder dus echt helemaal niks. Ik weet niet of dat gaat lukken, man. Het is wel echt een hele grote stad. Yep, dat klopt. Amsterdam is namelijk de grootste stad van Nederland. Wat meer dan 900.000 inwoners stelt, waarvan 50% waarschijnlijk niet eens Nederlands spreekt. Wat het nog wel eens lastig kan gaan maken voor ons. En om het spannend te houden, heeft onze cameraman een aantal klusjes voorbereid, zodat wij een paar euro kunnen bijverdienen. Dat klopt inderdaad, want ik geef jullie iedere dag 3 taken die jullie moeten zien te voltooien. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. En door middel van deze geheime klusjes kunnen we extra geld verdienen door ze te voltooien. Maar als het niet lukt, verdienen we helemaal niks en moeten we een straf uitvoeren die onze cameraman voor ons heeft bedacht. Dus laten we maar snel beginnen, want de 24 uur die gaan nu in. Hoe zorgen we ervoor dat we gelijk al wat geld gaan verdienen? Ik denk dat we kunnen beginnen met het verkopen van waterflesjes, aangezien het de vorige keer ook wel lekker ging. Dit is namelijk niet de eerste keer dat ik dit doe. Een aantal maanden geleden upload ik namelijk deze video waarin ik ook probeerde rijk te worden. Alleen ging het iets makkelijker aangezien we gewoon thuis konden slapen. Van het geld wat wij vandaag verdienen moeten wij gewoon eten regelen, een slaapplek fixen, want anders moeten we vandaag gewoon oprecht ergens buiten gaan slapen. Ja, en daar heb je al genoeg ervaring. Ik heb hier nu al geen zin in. En met deze angst in ons achterhoofd vertrokken we gelijk naar de supermarkt om waterflesjes te kopen. Deze flesjes zijn dus gewoon 36 cent per stuk, plus 15 cent zaadgeld is 51 cent. Dus dan kunnen er wel gewoon 2 van komen, dat is echt perfect. Alright mensen, we hebben de waterflesjes en ik hoop maar dat mensen ze willen kopen, want we moeten ze namelijk verkopen voor 2 euro per stuk om maar een beetje winst te kunnen maken. Maar gelukkig zijn we in Amsterdam en zijn er genoeg mensen. Dus vertrokken we gelijk naar de Dam, aangezien hier de meeste mensen rondlopen. En toen begonnen we met het verkopen van de waterflesjes. Heb ik er zin aan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik heb nog minder zin aan buiten slapen, dus ik moet maar. Vind je dit niet echt super ongemakkelijk? Eigenlijk wel. Ik wens jou heel veel sterkte. Ik wacht hier op jou. Ah, spreekt iemand aan. Ik ben bezig voor een YouTube-video. Zoveel mogelijk geld verdienen binnen 24 uur. Ze reageren wel enthousiast volgens mij. Zouden jullie waterflesjes willen kopen? Heeft heel veel geld. Ik heb geen geld. Ja, sorry. Ik kan het niet helpen. Maar nee. Deze gast gaat het maken, jongens. Let maar op. Ik moet voor een YouTube-video dit flesje water verkopen voor 2 euro. Zo, net zo snel. Hij heeft er nu al weer eentje aangesproken. Zou u deze van mij willen kopen? Nee? Geen geld, gaat. Oh nee, ik heb geen pin, sorry, maar dankjewel. Zouden jullie misschien een flesje water willen kopen? Oei, ik ben benieuwd. Oh, ze schudden nee. Ah, hij vindt het echt niet leuk. Hij vindt het echt heel ongemakkelijk. Alright, for a YouTube video, I have to sell this bottle of water for 2 euros. Do you guys want to help me? No, we don't have cash. You don't have cash? Oh no, that's fine. Thank you though. Oh, hij spreekt iemand aan. Volgens mij is een fotograaf zelfs. We moeten van 1 euro binnen 24 uur zoveel mogelijk geld zien te verdienen. Dit kan nog wel eens iets worden. Ik heb flesjes water bij me. Yes. Ah, oh. Gelukkig voor jou en de dorst. Yes, ik heb er eentje weten te verkopen, jongens. De eerste is gedaan. En toen was het Han eindelijk gelukt om het eerste waterflesje te verkopen. En was het dan toch echt aan mij om er een te verkopen? Ah, ik had een vraagje. Timo, wil jij mij helpen? Ik moet het laatste flesje water verkopen voor 2 euro. Heb ik 2 euro? Heb je 2 euro? Dit is echt heel toevallig, want ik ken Timo dus echt super goed. Ik heb geen cash meer ofzo. Heb jij geen cash? Ik heb echt geen cash ofzo. Shit, nee. Hoi meneer. Ik heb een vraagje. Ik moet voor een YouTube video, ja. Moet ik dit flesje water verkopen voor 2 euro. Zou u mij willen helpen? 5 euro is wel echt veel, nee, hè? Ik heb geen 3 euro. We hebben geen 3 euro terug. Ik heb geen 3 euro terug. Ik heb niks dat terug. Dat vind ik wel heel erg veel, 5 euro. Ja, dat vind ik ook iets te veel eigenlijk. Heb je 2 euro schat, Maaije? Je portemonnee ook niet? Ik geef gewoon, boeien. En toen kwam Timo ineens weer terug om zowel mij als deze vriendelijke man te helpen. Ik koop deze bij jou. Alright. Voor een tientje. Let's go. Thanks, Timo. Maar dan lijk ik nu Nee, wacht, is zo. Ja? Ja, ik vind het helemaal prima. Maar dan lijk ik in principe... Kijk, nee, maar... Weet je wat we dan doen? Kijk, dat doen wij zo, dan geef ik jou zien. Dan heb je hem nog steeds gekocht voor 5 euro. Ja, het is wat het is. Oké. Nou, hey, dankjewel meneer. Dankjewel. Hi, high five. Timo, jij bent echt een held. Ik hou van jou. Dankjewel, maatje. Geen probleem. Timo die heeft ons dus gewoon geblest met 10 euro. En dat is oprecht best wel veel. En nadat we alle waterflesjes hadden verkocht, had onze cameraman wel een hele bijzondere verrassing voor ons. Ik heb bij deze jullie eerste klus. Eerst gedaan. Jij mag hem openmaken. Yeah. Ik weet niet wat erin zit. Wat gaat het worden? Ik heb hier nu al geen zin in. Laat 5 random mensen abonneren. En daar kunnen we 5 euro voor verdienen. En als het niet lukt, dan moeten we dus 25 push-ups doen hier midden op de Dam. Ik denk dat ik de 10 niet eens haal. Laten we nu gelijk maar beginnen, want we hebben niet heel veel tijd meer. En die 5 euro bonus is best wel lekker. Ik moet voor een YouTube kanaal moet ik 5 mensen laten abonneren. En ik vraag niet om geld, dus geen stress. Maar zouden jullie willen abonneren? En besef trouwens, als gewoon 5 mensen abonneren, hebben we gewoon 5 euro erbij. En ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer. Yes. Ja? Nou, kijk, top. Dankjewel. Yes. Yes, great. Yes. Thanks, man. Can I shout out? Yeah, sure. Shout out to the Philippines, man. Hey, let's go. Nou, ik wil best abonneren. Dat zou top zijn. Nou, abonneren. Top, dankjewel. Box. Okay, for a YouTube video, I have to earn as much money as possible within 24 hours. I'm not asking for money.
but we get bonuses every 3 hours or so. And for a bonus, we have to let 5 complete strangers subscribe to our YouTube channel. So could you maybe subscribe? Yeah, sure. Why not? Okay, great. Yes. exactly. Yeah. Don't tell anyone. All right. Good luck. Thank you very much. En nadat 5 compleet random mensen hebben geabonneerd, was het tijd voor ons volgende onderdeel. Han, ik heb echt een goed idee. En dat is. Oké, je gaat me echt haten voor dit, maar we gaan winkels naar binnen en dan gaan we vragen of wij klusjes mogen doen voor ze. In ruil voor een paar euro. Ik heb er geen zin aan, maar ik denk wel dat het een van de betere opties is. En gelukkig is er hier achter ons een best wel drukke winkelstraat. Dus genoeg winkels om maar langs te gaan. Dus vertrokken we gelijk naar de eerste winkel in de hoop dat ze een leuk klusje voor ons hebben. En aangezien er hier honderden winkels zijn, moet dit toch sowieso gaan lukken. En dit is de eerste winkel waarbij we naar binnen gaan. Ik ben benieuwd dan. Wij zijn bezig voor een YouTube video, moeten we binnen 24 uur zoveel mogelijk geld verdienen. Is het mogelijk dat wij hier misschien een klusje kunnen doen voor 1 of 2 euro? Ik heb geen klusjes. Geen klusjes? Nee. Nee? Helaas, helaas. Helaas, de eerste winkel is niet gelukt. No, okay, I'm sorry, I'm too busy. I used only cards. Oh, okay, so that's not possible. Okay, no, thank you. Het ding is dat ik geen geld heb gegeven. Oh, dat mag niet. Nee. En nadat we meerdere keren waren afgewezen, besloot deze held ons te helpen door mij de vloer te laten vegen. Nou, top, dankjewel. Nou, we gaan de vloer vegen. Leuk. Zin in. Dat is oprecht wel fijn, want nu hebben we dus het eerste klusje en nu kunnen we dus ook gewoon gelijk weer door om nog meer geld te gaan verdienen. Handy is ondertussen gewoon niks aan het doen. Het is echt zo slecht deze guy. Kijk, dankjewel. Heel erg bedankt. Han, we hebben de eerste euro verdiend. Alsjeblieft. Yes. En Han, ik heb echt geen zin om buiten te slapen vandaag. Nee, maar ja, voor wat we nu hebben, kunnen we nog geen hotel halen. Want besef je wel dat als we niet genoeg weten te verdienen, de kans enorm groot is dat we op straat moeten gaan slapen. Maar goed, ondertussen hadden we best wel trek gekregen. Dus besloten we om eten te gaan regelen. En dit ging gemakkelijker dan gedacht. We moeten voor een YouTube video, moeten we binnen 24 uur zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Alleen, we hebben dus geen geld. En nu is eigenlijk de vraag, mogen we misschien wat eten? Gaat ja, is helemaal goed. Yes. Het zou top zijn als we nog eventjes wat mogen eten, want wij hebben oprecht wel zo honger. Ja, is helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Heel erg bedankt. Fijne dag. En normaal is dit dus ook gewoon meer dan 15 euro. Hè. We hebben het gratis weten te krijgen. Insane. En nadat we deze overheerlijke churros met Nutella hadden gechapt, was het weer tijd om geld te gaan verdienen. Maar hier zat onze cameraman weer een nieuwe taak voor ons. Oh ja. Nee. Dit keer mag jij hem openmaken, jongen. Ik heb de vorige al opengemaakt. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Nou goed, laten we maar openmaken. Laat een random persoon een Fortnite dansje doen. 5 euro bonus. Gast. En als straf moeten we een handstand proberen. Hoe gaan we überhaupt iemand een Fortnite dansje laten doen? We moeten gewoon een of ander klein jochie vinden die een Fortnite dansje voor ons wil doen. En dan, ja, dan hebben we 5 euro en anders moeten we een handstand doen. Okay, we moeten dus iemand een Fortnite dansje laten doen. En ik zie er nu al een jongen langslopen en ik wil hem eigenlijk vragen. Hey, can I ask you a question? Nope. Do you play Fortnite? Yeah. Can you maybe do a dance? No? Okay. So please leave us alone. We're filming a YouTube video in which we have to earn as much money as possible within 24 hours. And now we have to let one person do a Fortnite dance. Is there someone who can do one? Just one quick dance. Oh, ze spreekt gewoon Nederlands. Kom, let's go. Hij is verlegen. Kun jij het? Ja, doe. Zo. Dit is echt bizar. Ik kan oprecht goed dansen. Ja. Je box, stik hem aan. Let's go. Goed inzamelen. Hoeveel had je ingezameld? Voor Kika? 6000. Zo, ik vond 600 al veel. 6000, dat is echt over de top. Oh, ja. Maar het is wel gelukt. Je hebt het wel gedaan. Wel heel veel. Hij gaat door iets heen, zoals je misschien wel ziet. Dus, vandaar dat we Kika ook steunen. Ja, nee, heel mooi. Heel erg bedankt in ieder geval. En het verhaal van deze familie heeft mij enorm aan het denken gezet en gemotiveerd om hetzelfde te doen. Dus besloot ik om al het geld wat we in deze video ophalen te doneren aan Kika. Om op deze manier ook iets goeds te doen voor anderen. We hebben in ieder geval een extra 5 euro bonus weten te verdienen. Maar helaas voor ons vond onze cameraman er nog steeds niet genoeg en bedacht een extra opdracht. Een extra opdracht? Gaf, was dit nou weer? Ja, want diegene die als eerste een foto weet te maken met de politieagent krijgt een hotelkamer. Gast, ben je serieus? Yo. Ik wil oprecht die hotelkamer krijgen, gast. Gast, ik wil echt niet buiten slapen. Ik weet niet hoe het met jou is, maar jij gaat buiten slapen. Jij hebt meer ervaring, jij kan die shit. Nee, no way. Gast, ik ga niet buiten slapen. Ik ga als eerste die foto met die politieagent maken. En dan heb ik gewoon die hotelkamer. Snap jij daar ergens onder de brug? Han, laten we even heel eerlijk zijn, hè. Ik ga winnen, fuck jou. Doei. En mijn plan is om gewoon een klein beetje rondom het station te lopen. Want hier is altijd wel beveiliging, politie, van alles. Ik heb dus nu oprecht al gewoon een rondje gelopen. En er is gewoon letterlijk geen politie. Helemaal niks. En ik ben eigenlijk bang dat Han eerder gaat zijn. Maar dat mogen we natuurlijk niet laten gebeuren. Dat is wel politie. Maar die is er ook aan het rijden. Oh, en daar loopt ook nog politie naast. Naast de actie. Maar hè, waar één agent is, zijn er meer. Hoi. Hoi, goedendag. Mag ik een vraag stellen? Ja, zeker. Dat doet u al. Ja, hey, ook. Ik ken alleen niet op Philip. Ja. Niet? Ja, helemaal goed. Oh.
Mijn vraag was namelijk, voor een opdracht, moet ik een foto, moet ik een selfie maken met een agent? Ik denk dat mijn collega daarin kan voorzien. Nee? En nadat het geen van ons was gelukt om een foto te maken met een politieagent, kwam onze cameraman met een andere opdracht. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het is echt onmogelijk om op de foto te gaan met een politieagent, met een NS-beveiliger, met een boa, met alles. Ik geef de cameraman de schuld. Jij moet echt een nieuwe opdracht voor ons gaan verzinnen, want het is echt niet te doen. Jullie kunnen ook op de foto met één willekeurig persoon. Ik vind dit wel echt een beetje een nice streak, want deze kerel lult echt alles voor elkaar. Ik kan nu naar iemand toe lopen en ik zeg, yo, mag ik met jou op de foto? Zeggen, ja, is goed, leuk, leuk, leuk. Ik ga gelijk eventjes al naar iemand toe lopen. Can I take a picture with you for a YouTube video? No, thank you. No? Okay, sorry, okay. Have a good day. Thank you. Voor een opdracht moet ik met random mensen op de foto. Nee, we kan dat? Sorry, we hebben echt net geen tijd, man. Anders... Hey jongens, zou ik misschien met jullie op de foto mogen? Jezus, ik heb ze net al gevraagd, jammer joh. Ik moet een selfie maken met random mensen. Een selfie maken? Shit. Yes, let's go. Ja. Voor je neus, jongen. Ze net gezegd dat het mocht, dus ik mag een foto van. Ik weet niet of je boven ons uitgekomen. Ha, leuk. Ja. Als hij ver naar haar gaat, is leuk. Dan. Humor. Ha. Ja, dat is zo. Han, ik moet jou wel feliciteren. Gefeliciteerd, jij hebt gewonnen. Yes. Nou, ik ga lekker op straat slapen, denk ik. Ja, want terwijl Han vannacht lekker in een veel te luxe hotel mag slapen, moet ik dus als enige een plek vinden om de nacht door te brengen. En aangezien we nog steeds midden in Amsterdam zijn, gaat het enorm lastig worden om hier een fatsoenlijke slaapplek te regelen. Na een hele dag geld verdienen, begonnen we aardig dorst te krijgen. Dus besloten we om naar de supermarkt te gaan om water te kopen. Han, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben echt kapot en ik heb dorst. Veel te weinig gedronken vandaag. Ja, ik heb ook een beetje honger, maar dat ga ik gewoon eventjes negeren. Misschien dat we vanavond even wat eten kopen, maar laten we eerst hier even wat water kopen. En volgens mij is daar een supermarkt, dus daar gaan we nu heen. We hebben water, €2,15 kwijt. Daar ben ik niet heel blij mee. Ik moet zeggen, in Drenthe, waar ik woon, is alles echt veel goedkoper. En nadat we onszelf even goed hadden gehydrateerd, was het tijd voor weer een nieuwe klus. Maar jongens, we hebben nog een laatste taak voor vandaag. Zo. De taak 3. Nou Han, maak maar open. Kom op, maak open. Ik wil ervan af zijn, ik wil slapen. Ik ben moe. Ik geef 25 mensen een high five. €5 bonus. En als we het niet halen, moeten we €10 inleveren. Dan kan ik sowieso niet meer slapen. Dan kan ik oprecht nergens meer slapen. Zijn we echt niet sjaak. Ja, mag ik een high five van u? Yes, bam. Eerste high five, let's go. Yes, nummer 2. Nummer 3, mevrouw. Oh, ja. Nummer 4. Gracias. 8, let's go. 9, 10, 11, 12, let's go. Yes. Yes, 13. 14, 15, 16, oh, you dropped something. Can I get 17, thank you. Yes. 18, 19, 20. Oké, nog maar 5. 21. Nee, high five. 22, let's go. Top. 24. En 25. Dat was volgens mij best wel snel. Let's go, 26. Hoppakee. 25 high fives, dat ging iets sneller dan ik had gedacht. Ik kwam er niet eens bij aan te pas, jongen. Jij ging zo hard. En toen ik 25 high fives had gegeven, hadden we nog een hele avond te besteden, dus... Zullen we een gratis biertje regelen? Het beste bier is gratis bier. Dus gingen we op zoek naar een leuk tentje en kwamen we al snel aan bij deze karaokebar. Hallo, ik had een beetje een hele gekke vraag. We moeten voor een YouTube video binnen 24 uur zoveel mogelijk geld verdienen eigenlijk. Alleen dus dat betekent dat we zo min mogelijk mogen uitgeven. Was de vraag of wij hier misschien één drankje mogen doen. Een drankje van de kaart. Precies. Als dat kan. Dat mag. Ik drink alleen geen alcohol. Heb je misschien voor mij gewoon een frisje of zo of iets? Trouwens even een shout-out naar Gambai Karaoke. Zonder hun waren we nu waarschijnlijk uitgedroogd. Dus ben je in Amsterdam, ga dan zeker even naar Gambai Karaoke. En nadat we wat hadden gedronken, moesten we natuurlijk ook even karaoke zingen. We zijn tenslotte bij een karaokebar. Always there tomorrow. Here we go. On this rollercoaster life we know. I really don't know why. Don't know why. Wanna kiss you, make you feel alright. Cry and I wanna love. Another love. En toen we in heel Amsterdam onze goede zangkunst hadden laten horen, kwam mijn beste vriend Sam met wel een heel goed voorstel. Aangezien je natuurlijk bezig bent met deze challenge, gaan we dadelijk een drankje doen op mijn kosten. Hey, gast, let's go! I got you, man! Alleen Tobias! Dus gingen we op zoek naar een gezellig terrasje om nog even met z'n allen een drankje te doen. We zitten hier lekker bij een cafeetje. Met een biertje! Hey! Proost, jongens! Proost! Let's go! En ik moet vannacht waarschijnlijk buiten slapen. Je zou maar op straat slapen. Even serieus. Ik slaap dadelijk in mijn bed. Sliep ik maar in mijn bed, gast. Maar besef ook gewoon dat Amsterdam niet
heel erg ongevaarlijk is ofzo. Als in, je weet niet wat voor mensen hier rondlopen. Je kan in één keer worden aangevallen door een zwerver. Wat Dani hier zegt klopt helemaal. Amsterdam staat volgens dit artikel namelijk op plek 1 van de meest gevaarlijke plekken in Nederland. Dus de kans dat ik word bestolen of lastig gevallen word is vrij groot. Buitenslapen is dus echt het meest domme wat ik in deze situatie kan gaan doen. Dus besloot ik om bij elk hotel in Amsterdam langs te gaan om te vragen of ik bij ze mag overnachten. Alleen was het lastiger dan gedacht. We nemen deze video namelijk op tijdens carnaval. Dus zaten de meeste hotels en hostels volgeboekt en werd ik telkens afgewezen. Dus besloot ik om de trein te pakken richting Schiphol met als enige doel niet opvallen. Aangezien overnachten op Schiphol verboden is. Maar wel door de vingers wordt gezien wanneer je bijvoorbeeld gaat vliegen. Eenmaal aangekomen op Schiphol had ik alweer behoorlijk trek gekregen. Dus ging ik op zoek naar wat te eten. En terwijl ik mijn veel te dure broodje aan het eten was, was Han ondertussen aangekomen bij zijn hotel. Om daar de nacht door te brengen. We hebben ingecheckt, eigenlijk veel te laat. En hebben wij hier zo onze mooie kamer. Een bed, kunnen we in slapen. Iets wat Tobias waarschijnlijk niet gaat doen vanavond. Lekker voor je. Een badkamer. Maar wij hebben lekker relaxte ruimte. Ik ben wel benieuwd hoe het bij Tobias gaat. Voordeel is trouwens ook dat de wc's hier gratis zijn. Dat is echt heerlijk. Ik ging in ieder geval op zoek naar een slaapplek en vond toen deze massagestoelen waar ik de hele nacht wakker heb gelegen. Dus besloot ik om 4 uur 's nachts om weer te gaan eten. Het is 4 uur 's nachts en ik besluit om eventjes naar de Burger King te gaan. En terwijl ik de hele nacht wakker heb gelegen en Han lekker heeft geslapen, was het weer tijd om geld te gaan verdienen. Goedemorgen, Han. Goedemorgen, jongen. Gast, ik heb niet geslapen vandaag. Oh. Ik heb echt niet geslapen. Ik ben echt helemaal kapot. Ik heb wel mooi kunnen slapen in mijn hotelletje, hoor. Leuk voor je. En terwijl ik doodmoe was, kwam onze cameraman met weer een nieuw klusje. Ren 5 rondjes om de Dam heen. 5 euro bonus. Oké, wacht even. Wat er staat als straf, als wij het niet halen, dan moeten we in het water springen. Yes. Nou, Han, laten we maar snel beginnen, want ik heb geen energie, Han. Let's go. Ik heb hier ook geen zin in. Let's go. 5 rondjes. Oeh. Ik heb ook al last van mijn voeten van gisteren. Heerlijk. Ik niet. Geen last van. Ik heb een lekkere massagestoel gehad. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes via de knop hier beneden. Ah, ik ben nu al buiten adem. Kutzooi. Moet nog 4 rondjes. Ik heb nu al geen zin meer. Oké, mensen. Tweede rondje. Moeten er nog 3. Kom op, aan. Rondje 3. Let's go. Rondje nummer 3, nog 2. Hou niet meer. Ik denk dat ik gewoon in het water ga springen. Han, je neemt een shortcut, dat mag niet. Niks meer te maken. Laatste rondje op de Dam. Zo, hoppakee. Zo, laatste rondje op de Dam gelopen. Han, ik weet in ieder geval één ding. We hebben allebei geen conditie. We hebben allebei geen conditie en we hoeven allebei nu niet in het water te springen. Dat is wel heel fijn. En met nog maar 2 uur op de klok moesten we weer geld verdienen. Het geld komt namelijk niet vanzelf binnen. En ik ben zeker nog niet tevreden met hoeveel we hebben verdiend. En hoeveel heb jij überhaupt uitgegeven gisteravond? Dat heb ik nog niet meegekregen. Daar gaan we het niet over hebben, Ann. Daar gaan we het niet over hebben. Dat weten de kijkertjes wel. Daar gaan we het niet over hebben. Ik ben in ieder geval nog niet tevreden met hoeveel wij hebben verdiend. Dus ik stel voor om nog een aantal klusjes te doen bij wat winkels. Ja, zou wel moeten. We vragen bij de kaaswinkel. Kijken of ze daar nog een leuk klusje voor ons hebben. We're doing a YouTube video. In which we have to earn as much money as possible within 24 hours. Is there something we can help with for maybe 1 or 2 euros? Ja, wat je zegt. Yes, of course. En toen vertelde deze vrouw dat we kaas konden afstoffen. Han, ik wens je heel veel succes, want ik ga dit niet doen. Ik ben niet zo lang. Ja, ik kom niet bij al die hoge kazen, gast. Jij wel. En jij hebt gisteren ook al een winkel gegeven. Dus, Klopt, en jij bent 4 meter lang. En ik nog geen 1 meter. Han, die moet dus nu allemaal kazen gaan afstoffen. Han, kom je erbij? Ja, net. Nou, dat betekent dus dat ik hier sowieso niet bij was gekomen. Het is oprecht ranzig erbovenop. Dus dat is wel leuk. Zal ik jou ook op je schoonmaken, joh? Nou, fijn, dankjewel. Ik heb nog niet, ik heb nog niet gedoucht vandaag. Han, schiet eens op, je bent echt heel langzaam. Ja, maar ik ben tenminste wat aan het doen. Ja, oké, dat is wel zo. Oh, great, thank you. Thank you. Is he doing a great job or not? Where is he slow? He's terrible. You can tell him, he's terrible. Otherwise, you will stuck here till tomorrow, actually. So I won't get a job here. No, it's time to be great. Oh, thank you. Wow, that's a lot. Thank you very much. Oh, we hebben een kaasje. En we hebben maar liefst 4 euro verdiend. Dus dat is oprecht best wel chill. En nadat Han deze kaas had afgestopt, was het alweer tijd om naar de volgende winkel te gaan. We're doing a YouTube video in which we have to earn as much money as possible within 24 hours. Do you maybe have something we can do to help you out for maybe 1 or 2 euros? Je dan? We lopen nu dus naar de Dunkin' Donuts en misschien dat we daar eventjes een donut mogen craften. Waarin we binnen 24 uur zoveel mogelijk geld moeten verdienen. Eigenlijk de vraag of jullie vast een klusje hebben voor misschien 1 of 2 euro. Ik heb geen klusje, maar ik heb nog wat tips gehad. Kijk, top. Dat is wel heel aardig. Dankjewel. We mochten er binnen dus eigenlijk niet filmen, maar ze hebben ons wel gewoon 6 euro gegeven. Dat is wel nice. Dat is echt heel chill. Dus Han, succes ermee. En nadat we weer betaald kregen, kwam onze cameraman met het tweede klusje van vandaag. Oh god. Oh help. Geef 3 random mensen een knuffel.
Dan krijgen we 5 euro bonus. En de straf is, laat 5 mensen je volgen op Instagram. Nou, dat laatste vind ik helemaal niet erg, maar dat is ook nog best wel moeilijk. Met 3 mensen een knuffel geven, ik weet niet of dat gaat lukken. Mogen jullie beiden een knuffel geven? Ja, alright. Ja? Legend. Gast. Held. Can I get a hug from you? Sure. Great, thank you man. Thanks. En dit was dus het laatste knuffel en nu kunnen we weer door naar de volgende. Maar daar dacht onze cameraman anders over. Nou, maak me open, Han. Oh, dit is echt een opdracht van jou. Hoezo? Regel 3 telefoonnummers. Het is een 5 euro bonus en de straf is dansen in het openbaar. Dus begon ik gelijk met het verzamelen van telefoonnummers. En gelukkig voor ons ging dit echt super makkelijk en hadden we al snel 3 telefoonnummers weten te bemachtigen. En toen was het alweer tijd voor ons laatste redmiddel om rijk te worden. En dit kan er nog wel eens voor zorgen dat we alles verliezen. Ik ga dus een poll plaatsen op mijn Instagram met de vraag of dat wij op rood of zwart moeten zetten. En nadat ik deze poll had geplaatst, werd er gelijk al heel veel gestemd. 52% heeft op rood gestemd. Dan moeten we maar op rood zetten. Yep, nou, let's go, gaan we maar. Dus liepen we het casino in om alles op rood te zetten. Alleen kwamen we erachter dat dit gek genoeg niet kon. Dus hadden we een paar keer verloren, maar gelukkig ook gewonnen en hadden we 5 euro winst. En dat betekent eigenlijk dat we niet heel rijk zijn geworden binnen 24 uur. Maar vond je deze video nou leuk? Abonneer, reageer. En natuurlijk ga ik het volledige bedrag wat we hebben verdiend in deze video doneren aan Kika. Om op deze manier iets terug te geven aan een ander. Wil je zelf nou ook doneren? Dat kan via de eerste link in de beschrijving.